Sorry alvast, oké? Okay? Ik wil alvast mijn excuus aanbieden aan de ouders. Waarom? Ik heb een game gevonden die een beetje te ver gaat. Maar ik wilde hem spelen. Ik wilde hem spelen. Hij is grappig, oké? Okay? Hij is grappig. Het is de beste game ooit. En we gaan hem vandaag spelen. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Hopelijk jullie ook. Smash op het duimpje omhoog. Halen we de 2 likes. Het spelletje wat we gaan spelen heet Drumpelus. Jullie zullen 2 vragen in jullie hoofd hebben. What the fuck is dit voor game? 2. Ronald, hoe kom je aan deze fucking game? We gaan hem spelen, jongens. We gaan de beste game ooit spelen. Aan de linkerhoek zie je Donald Trump. En aan de rechterkant zie je een wapen. Een wapen met hele mooie hartjes. Oké, okay, wat is de bedoeling van deze game? Je hebt een wapen. Dit is het spel dus. Ja hoor. Oh, je moet dildo schieten op Donald Trump. Sorry ouders, oké. Okay? Maar ik moest dit spelen. Voel dit, Donald Trump. Met je achterlijke ideeën. Nee, jij komt er niet langs. Jij komt er niet langs. Nee, Donald Trump. Jij zult nooit de president worden, Donald Trump. Oké, mensen, jongens. Het is tijd voor uw krachtigste wapen ooit. Sterker dan een Het is tijd voor de mega dildo schieten. Jij zal nooit president worden. Nooit. Dit is echt de beste game ooit, jongens. Dit is echt de beste game ooit. Donald Trump, waar ga je heen? Waar ga je heen, Donald Trump? Ga je een speech houden? Waar ga je heen? Wat ga je doen? Waarom negeer je me? Make America dildo's again. Dames en heren, ik presenteer jullie Dildo Trump. Oh! Dit is echt het raarste spelletje ooit. En jij krijgt een dildo. En jij krijgt een dildo. Iedereen krijgt een dildo. Ik voel de Skyrim powers. Ik voel de Skyrim powers. Oh my god. Dit was de beste game ooit. Dit was zo origineel. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ik was zo fucking origineel. Een keer niet van zulke comments. Die comments moeten stoppen. Ze moeten stoppen. Want elke YouTuber maakt andere content. Als jullie een comment zien van gejat van puntje puntje, reageer erop met hashtag niemand jat van elkaar. En dan gaan wij in YouTube Nederland de comments verschonen. Wij gaan YouTube Nederland beter maken. Oh, yeah.